Ik had ook nog een oh, ik had nog wel een rant. Oh, over, kom er is een... dit is al hilarisch. Volgens mij is Universal, of een tak van Universal, is aangeklaagd omdat ze een illegaal, of een font illegaal op hun website hebben gebruikt. Oh, wauw. En wat natuurlijk de ironie daarvan is dat een bedrijf als Universal... Dat is een groot bedrijf. Ja, maar dat zijn juist van die filmbedrijven die dit soort... op deze manier sueën, weet je wat? Die zeggen van, jij mag geen films downloaden. Ja. Jij gaat naar de gevangenis. En die worden nu zelf... Ze krijgen een door een van of eigen andere, ja, door een font-troll worden die nu... een copyright-troll worden ze nu gesueerd. Dus dat is... Oké, okay, maar je noemt het wel een troll. Ja, ja, dat is een troll. Het is gewoon iemand die een slaatje ziet in... Ja, die zegt van, en $3 miljoen wil je... 3 tot 5 miljoen dollar wil je hebben... voor het gebruik van een fucking lettertje. Ja, ik vind de font foundries, dat is gewoon maffia. Dat zijn maffiapraktijken wat ze doen. Ik zag er toevallig ook een artikel over en erin stonden gelijk wat best practices van dat je eigenlijk maar als je dus font gaat gebruiken, dat je dan beter de webservers van die specifieke foundries kan gebruiken, zodat je zeker weet van. Dit wordt legaal gebruikt. En... Kijk, het punt is, je hebt dus allemaal van die webservices die bieden fonts aan. Ja. Maar dan host je dus de fonts op een andere server die je niet zelf in de hand hebt. Nee. Dat is gevaarlijk. Aan de ene kant is dat een security issue. Van hoe betrouwbaar is die server. Hè? Dan moet je dan maar vanuit gaan dat die een beetje betrouwbaar is. Ja. Aan de andere kant is het ook een niet groot, niet klein performance issue. Ja. En... Het vervelende aan webfonts is dat in sommige browsers, als het font niet wordt geladen, dan wordt de hele tekst niet getoond. Oh nee, inderdaad. Dus ja, want daar wacht het JavaScript op. Ja, dus als het, die andere partij, als die wat moeite heeft met, als die even uit de lucht is, dan is je tekst niet te lezen. Hij is wel geladen, maar hij is niet te lezen. Oh jongens. Dat is een... Dat is een gevaar. Of in elk geval een overweging die je moet maken. Fontfoundries maken het... Het is tegenwoordig mogelijk om die fondsen te gebruiken. Maar ze maken het heel erg moeilijk. Ja. En de prijzen, zijn die dan wel nuttig? Of behapbaar voor ook mensen die wel stijl hebben, grote, maar geen geld? Die gaan dus ook weer per computer. En dat zijn de ouderwetse licenties. Die gingen altijd per computer. Ja. En dat blijven ze doen. En dat blijven ze doen. En nu zien ze dus elke visitor zien ze als een computer. Oh, jongens. En wat je nu dus krijgt, is dat ze willen weten, als ik een weblicentie koop, hoeveel visitors heeft u? Dat gaat je geen fuck aan. Jawel. Ja, 16. Willen we weten. Oh, en dus bepaalde grote klanten van ons. Eentje van ons die kreeg een rekening, of een offerte van €500.000. Wauw. Hey, maar per jaar, hè? Maar berekenen ze dat ook achteraf? Kijken ze dus naar de hoeveel keer het geladen is? Nee, dat wordt dus per... Okay. En een andere grote klant van ons, die had €50.000. Jongens. Voor één fontje, dus één weight van een font. Dat was de narrow variant of zo. Ja. En, maar wat daar helemaal erg aan was... dat is een heel groot internationaal font. Dat is een groot bestand. Dat is een 600 kb. Jongens. Dat wil je niet versturen naar iedereen. Nee. Dus dat wil je... Wil je klein maken? Klein maken, wil je aanpassen, optimaliseren voor verschillende talen. Dat kan je in chunks opslaan. Bijvoorbeeld een CD wil je wel in het Nederlands, maar die hoef je bijvoorbeeld niet in het Engels te hebben. Ja, ja. Dus dat soort dingen. En... Maar die aanpassingen mochten niet gemaakt worden? Dat mag niet. Je mag dat font niet aanpassen. Dus het is totaal niet geoptimaliseerd voor het web. En, ja. Nou ja. Misschien als ze binnenkort een telefoontje krijgen dat, 2001 hun businessmodel terug willen. Ja, precies. Ja.